wij zijn niet ver gekomen. Met het allochtone vraagstuk bedoel ik. Heeft u daar echt geen mening over? Ja hoor, maar ik weet niet of ik het kan zeggen. Ik bedoel, u zit toch in de regering, als ik het goed heb begrepen. Oh, maar ik sta voor alles open hoor. Ja, hè? Ik bedoel, voor elk interessant standpunt in principe. Op Donnertje houdt veel in de gaten, wist u dat? Volgens mij is hij hoogbegaafd. Maar nu kijk op die kranten. Ach, jochie toch. Ja, jij houdt ook nog steeds van Aldo, hè? Ja, zie je wel. Nou, kom, we moeten gaan, schatje. We komen te laat, hè? Even kijken. Kom maar. Nou, dag, schatje. Veel plezier, hè? Dag, Aldo. Tot straks. Wat geen cowboy. Goed, oog tonen. Alles terugdraaien is geen optie. Biseksueel dus. Sorry? Doe jij het ook met Aldo? Wel, nee, vroeger ooit wel eens, maar dat stelde niet veel voor. De tam, misschien. Jij houdt meer van een beetje, hoe noemen ze dat? Kinky seks, kreeg ik de indruk. Nee, die keer laatst op de overloop, dat was wel even heel geil, ja. Oh, dus dat was niet uit beleefdheid. Je vindt maar geen truttige houten methode die je en passant wat toestaat. Ik weet niet. Het ging heel snel. Je had hem in je mond voor ik het wist. Dus een truts, nee. Dat wou ik maar even horen. Sorry. Nu ben ik echt klaar. Goed zo. Wat heeft u? Nee, laat maar. Laat, niet aanmaken. Een duizeling. Heeft u dat van meer? Nooit. Enkele keer. Beetje stress, weet je niet. Maar toch op letten hoor, misschien moet u eens naar de dokter. Nee hoor, het plantival helpt zo goed. Daar, mevrouw van Borselen. Nou, wat had ze nu zo plotseling? Duizelig, zei ze. Het is een braaf mens voor mijn hoogtijd dat Aldo de weg doet. Ze kan niet eens koffie zetten. Ik ben nou voorstander van dat ouderen aan het werkproces moet blijven deelnemen, maar ze moet daar wel bekwaam zijn. Ja, misschien moet ze maar eens weg. De hele grachtengordel neemt tegenwoordig Filipino vrouwen als hulp. Die kunnen alles, ze zijn spotgoedkoop. Het enige wat mevrouw van Borselen doet volgens mij, Aldo enorm opjut over de moslims, het is gewoon niet gezond. Wat ze er allebei uitslaan over met name de Marokkanen, nou, glimmerveen zou ervan opleven. Kijk, natuurlijk heeft die situatie zorgelijke kanten, maar zulke praatjes zijn sociaal onwenselijk. Als dat zo doorgaat, moet misschien ook maar eens een andere oplossing bedenken voor Gabriel. Aldo is een schat, maar mijn kind altijd verzorgd door een oude nicht maakt een beetje een rare indruk. Zeker nu Gabriel groter wordt. Niet dat veel mensen het weten hoor. En die ene angst voor pedofielen heeft natuurlijk een hysterische component. Aldo is absoluut geen pedo, dat weet ik zeker. Ik moet toch eens naar het huurcontract kijken. Ja, huurders zijn overbeschermd vandaag de dag, maar weet Aldo dat? Wil je hem eruit hebben? Och, TZT. Dat kan wel even wachten. Anders raak jij Pierre in Amsterdam kwijt al na een maand. Dat doe ik je niet aan. Goed. Jij gaat douchen. Geen wilde. Ik ruik je zweetlucht hier. Overigens geen rotgeur hoor. Tja, ik moet echt wat op papier gaan zetten voor die brief. Ik ben dolblij met mijn baan hoor. Of baan. Het is echt een roeping, maar de tijd die het kost als je zo onder druk zit, enorm oppassen dat je niet in de stress raakt, een burn-out oploopt, dat je toch wat ontspanning krijgt. Ik zit wel erg door te zaniken, hè? Het komt natuurlijk, ik wil met je naar bed. Komt zeker tekort. Zwaar tekort. Ik kom er rond vooruit. Nou, jij bent een lekkere kerel en ik een moderne vrouw. Het is gewoon flauwekul om dan niet te zeggen, kom, laten we wat doen. Voor mij wordt kinky. Zo kinky als jij maar wil. Oké, eerst douchen. Boven is een bad. Is misschien wel eens prettig in plaats van dat douchehok hier. En je weet het nu? Ik ben voor alles in. Het is nieuw voor me. Of
voor een beetje perversie op zijn tijd schrik ik niet terug.